Aan de slag met de korte weg. De Hoeksche Waard is een prachtig eiland gelegen tussen Rotterdam, Dordrecht en de Zuidwestelijke Delta. Het platteland hier, het dorpse leven en toch de nabijheid van de stad maakt het tot een prachtige plek om te wonen, te werken en te recreëren. En dat doen we hier met z'n allen. Maar het wordt steeds drukker, ook op de weg. Niet alleen om van en naar de Hoeksche Waard te komen, maar ook op het eiland zelf. Omdat niet in één oogopslag duidelijk is wat de beste en snelste wegen zijn om van A naar B te komen, rijden we met z'n allen kriskras over het hele eiland. Auto's, bussen, vrachtwagens, landbouwverkeer, maar ook fietsers gaan over de vaak smalle wegen en dijken. Soms zijn er aparte paden voor fietsers en landbouwverkeer, maar niet overal. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De Hoeksche Waard moet in zijn geheel veiliger worden, vooral de dorpen. Het gaat om het fietsverkeer, het autoverkeer en natuurlijk al het doorgaande verkeer daarbij. We hebben daarbij nog een lange weg te gaan. En de komende periode gaan we ons focussen op de verbindingswegen tussen de kernen. Alle verbindingswegen bij elkaar zorgen voor een wegennetwerk op ons eiland. Dit netwerk bestaat uit de N217 en de A29 als hoofdontsluiting en 4 Noord-Zuid-verbindingen om de grootste verkeersstromen te ondersteunen. We noemen dit netwerk de vork. In deze vork ontbreken nog een paar goede schakels. Deze verbindingen moeten nog worden aangelegd of worden verbeterd. De korte weg bij Zuid-Beijerland is zo'n schakel. Deze weg verbindt de provinciale weg N487 naar de A29 met de wegen naar de dorpen aan de westkant van de Hoeksche Waard. Al langere tijd is er aandacht voor de verkeerssituatie daar. Fietsers maken nu gebruik van dezelfde drukke weg waar ook auto's, vrachtverkeer en landbouwverkeer op rijden. En dat levert gevaarlijke situaties op. Daarom gaan wij aan de slag met de korte weg. Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de korte weg te veranderen. Deze verandering moet zorgen voor een verbetering van de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid voor bewoners van de omliggende dijken, de verkeersveiligheid, met name voor fietsers. Een goed wegennetwerk op ons eiland is van groot belang. En daarom werken we samen met Rijkswaterstaat, Waterschap Hollandse Delta en de provincie Zuid-Holland. Voor een goede bereikbaarheid, nu en voor in de toekomst. Samen op weg naar een veilige en goed bereikbare Hoeksche Waard.